Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 29 mei van Weerplaza. Het is iedere dag anders. Vandaag profiteren we van een hoge drukgebied. Het ziet er fraai uit met veel zonneschijn vanochtend, alleen in het noorden wat meer wolkensluiers. De temperatuur ligt aan het einde van de ochtend rond een graad of 13. En de wind die trekt in de loop van de dag aan vanuit het zuiden. Er komt een zwakke tot matige wind te staan, windkracht 2 tot 3. Vanmiddag ook veel ruimte voor de zon bij een temperatuur van 17 tot 19 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan is het 13 tot 16 graden. In de nacht volgt regen en ook morgen ziet het er dan anders uit met overwegend veel bewolking en vooral in de ochtend zo nu en dan een beetje regen. 'S Middags blijft het vaker droog en wordt het 17 tot 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Ook op vrijdag verwacht ik overwegend veel bewolking, mogelijk in het noorden een spatje regen en dan wordt het een graad of 21. In het eerste weekend van juni, als de meteorologische zomer begint, dan is het warm en droog met 's middags 25 graden op de zaterdag en zondags mogelijk 30. Dan is kans op een enkele bui. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.